Hoi, ik ben Esmee en ik lach ontzettend veel en heel erg hard. Want een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Steek die in je zak. Want een dag niet gelachen is een dag niet gezweet. Precies, geleefd, geintje. Ik ga dus op lachonderzoek. Dus ik ga op lachonderzoek uit. En in deze aflevering ben ik benieuwd. Hoe kunnen wij ons lachleven verbeteren? Dat gaan we uitzoeken. Ja, ik lach wel meer in gezelschap. Ben ik in gezelschap, dan gebeurt dat vaker. We weten ook uit onderzoek dat mensen 30 keer zo vaak lachen in gezelschap dan alleen. Dus dat is nogal een verschil. En kun je in je eentje lachen? Nou, het kan wel. Misschien heb je wel eens een binnenpretje gehad. Hè, dat je bij wijze van spreken op de wc zit en ineens denkt, dan moet je ineens lachen. Ja. Dus het kan wel, maar het gebeurt wel veel minder dan in gezelschap. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die de hele dag zitten. Ja, nou, ik lach wel veel om mezelf hoor, moet ik zeggen. Maar goed, dat ben ik. Zelfspot. En bent u blij met uw lach? Mijn tanden wel, want die zijn nep. Ja, oh! Wat kan je dan wel doen, alleen bijvoorbeeld, om te lachen? Als je in je eentje bent, ja. Gewoon thuis in je eentje. Ja. Mijn stijl, zeg maar, is lachen zonder reden. Dus gewoon gaan lachen. Ik hoorde dus dat als je in de spiegel kijkt en gewoon gaat lachen zonder reden, dat je gewoon uit jezelf begint te lachen en dat je gewoon blij wordt. Heb je toevallig ook lachcoaching gevolgd? Nee, dat niet. Je gaat gewoon lachen en doordat je dat gaat doen, daardoor ontstaat het plezier en de pret. Ja. En ja, dat is hoe het werkt. Heb je wel eens om jezelf gelachen als je alleen bent? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Wat dan? Wat gebeurt nou, er dan? Nou, dan kijk ik gewoon in de spiegel en dan denk ik, ha! Ja. Als je bijvoorbeeld op straat kijkt, zijn mensen eigenlijk de hele dag tegen elkaar aan het lachen. En dat doen ze vooral om met elkaar aan te geven van, nou ja, ik ben jou goedgezind, we hebben plezier, ik vind je aardig. Dat is zoals we de lach meestal zien in het dagelijkse leven. Ja, dat vind ik altijd wel aardig. Ja? Dat vind ik wel gezellig. Gewoon een beetje van, hi. Ja, 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 ja. Ja, als je op straat loopt, nou weet je, dat is heel erg leuk om te doen. Ik doe dat echt vaak, zo vaak als ik kan. Als jij nu gewoon vreemde mensen die je passeren, weet je wel. Maak nou eens bewust gewoon even oogcontact met iemand. En dan met een glimlach. En let op wat er gebeurt. Als het even kan, maak ik contact. Ja. Gewoon met mensen die ik helemaal niet ken. Gewoon even laten zien, god leuk. Oh, en sommige, als mensen dat dan ook doen, dan denk ik, hé, lekker. Want je zult merken, je krijgt zoveel lachen, glimlachen terug. Doet jezelf een plezier, doet de anderen een plezier. En daar word je gewoon vrolijk van. Dat je ja. De wereld wordt gewoon mooier. Hey, en ben je blij met je gebit en met je lach? Ja. Ik zou mensen altijd aanraden om in hun leven te proberen zoveel mogelijk te lachen. En ook echt gemeend te lachen. Ja, dus het plezier op te zoeken. Lachen begint als je om jezelf kan lachen. Nou, dat vind ik een hele goeie. Ja. Dat vind ik echt een hele goeie. Je moet niet achterom kijken. Als je achterom blijft kijken, zie je het moois niet. Enjoy everything around you, the small things. Neem het niet te serieus. Wat ik ook zeg, neem niet alles te serieus. En daar kan je over heel veel lachen, denk ik. Ja. Het leven is toch gewoon heel leuk? Je moet het zelf leuk maken. Ja. Wees vrolijk, dan komt het lachen vanzelf. Als je de hele dag zo staat, dan ga je vanzelf lachen gewoon. Oh jongens, ik heb heel veel leuke lachen gehoord en gezien. En ook heel veel bruikbare tips om ons lachleven te verbeteren. Laat ook jouw mooie lach zien. En deel deze met ons via de hashtag Laat Je Lach Zien. En wie weet win jij een Philips Sonicare. Kijk hieronder hoe je meedoet.